Nou, wat je hier ziet is een innovatieve grijper. Het is voor het eerst mogelijk om om te gaan met gevoelige producten waar je voorzichtig mee moet grijpen. Maar die ook vormvariatie hebben. Dus je moet ermee om kunnen gaan dat ze scheef liggen. Of dat ze groot zijn, klein zijn, krom, recht. We hebben deze grijper ontwikkeld vanuit het bedrijf Lekkie BV. En wij leveren deze grijper aan systeemintegratoren zoals Roland Robotics. Dankzij deze technologie is het eindelijk mogelijk om voor het eerst grote delen van het verpakkingsproces en van het sorteerproces te automatiseren. Wat voorheen altijd met de hand moest gebeuren. Wat we hier zien is een geïntegreerde robotiseringstoepassing van WPS Hortisystems voor de potplantenteelt. Wat je ziet is dat een robotarm een plant oppakt, signaleert met vision techniek waar het etiket zit, de plant richt en vervolgens met een inkjet nozzle configureerbare tekst op de pot spuit. En dat is eigenlijk precies het feit dat het een geïntegreerde oplossing is wat WPS onderscheidt van andere partijen. Wij zijn een tuinbouwspecialist en wij hebben alle disciplines robotisering, vision techniek, material handling en software in huis om een dergelijke geïntegreerde oplossing te kunnen bieden voor kwekerijen. En dit biedt een oplossing voor de toenemende vraag naar informatie die toegevoegd wordt aan het product. En de toenemende vraag naar automatisering om de arbeidskosten op de kwekerij te verlichten. Nou, dit is de tomatenplukrobot van Adric Technology. Deze robot heb ik het laatste jaar ontwikkeld om een alternatief te bieden voor de bestaande industriële robots. En ook om te kijken voor tuinders of het in plaats van een persoon die arbeid levert, ook het geautomatiseerd kan worden. Deze robot is zeer licht gebouwd. Hij weegt zelf maar 12 kilo, wat in tegenstand tot de grote industriële robots natuurlijk maar een fractie is. In normale stand, zoals hij nu werkt, gebruikt hij maar 40 watt, wat evenveel is als een gloeilampje. Dus hij is heel energiebesparend. De toekomst van deze robot is dat hij aan het eind van deze maand willen wij met een test gaan bewijzen dat hij ook op afstand goed werkbaar is. Dus we gaan er een camera op hangen. En we laten iemand in de kantine laten hem aansturen, zoals nu ook gebeurt met een joystick. Dan willen wij hem trostomaat laten plukken. Over een aantal jaar willen wij het semi-automatisch aan gaan pakken. Dus dat houdt in dat wij een foto maken van de trostomaat. En deze dan aan iemand presenteren die achter een computer zit. En diegene kan dan met twee muisklikjes op de tros kan hij de tomaat oogsten, waarna de robot zelf berekent hoe hij deze tomaat moet gaan pakken en moet afvoeren. En in de verre toekomst zal waarschijnlijk de robot volledig autonoom gaan werken, wat dus inhoudt dat hij zelf de robot of de tros kan herkennen, zelf kan plukken en zelf kan gaan afvoeren. Deze robot is niet alleen inzetbaar voor trostomaten zoals we nu even demonstreren en waar we voorlopig onze pijl op richten. Hij zal ook inzetbaar zijn voor meerdere teelten, waaronder paprika's, komkommers, snijbloemen. En dan zou hij in principe werk klaar zijn voor elke klus die de tuinder wil dat hij gaat oplossen.